Het plan is eigenlijk heel erg simpel. Vlees wordt iets duurder. En we geven zeg maar, de opbrengst van die eerlijke vleesprijzen terug aan heel Nederland. Dus enerzijds aan de boeren, anderzijds wordt groente en fruit goedkoper. En de lage inkomens worden gecompenseerd. Ah, meer dan 50.000. Meer dan 50.000. Wauw, heel goed. Heel knap. En alle initiatieven die nadenken over twee zaken bij elkaar. Aan de ene kant zorgen dat, dat er inderdaad een eerlijke prijs komt voor de boeren die het produceren. En aan de andere kant een bijdrage levert aan, aan ons klimaatvraagstuk. Nou, daar kan ik natuurlijk niet van weglopen, dus daarom ben ik hier. En dat is ook een sterke van dit voorstel. Het zegt niet alleen van boeren moeten het anders doen, maar jullie denken ook mee wat de rol van de consument kan zijn daarbij, wat de rol van de overheid is, maar ook hoe we dus met elkaar dit vraagstuk eigenlijk verder kunnen brengen. Ja, het is duidelijk ook in deze coronacrisis dat een gezond en duurzaam voedselsysteem, dat heel belangrijk is. En dat betekent ook beprijzing van de effecten op milieu, dierenwelzijn en gezondheid van voedsel. En ik denk dat daar de enige mogelijkheid ligt om echt een transitie te maken naar een gezonder en duurzamer voedselsysteem.